De hele sportwereld ligt stil door het coronavirus. En zelfs het trainen is moeilijk voor topsporters nu iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven. En dat in een Olympisch jaar. Daarom worden er creatieve oplossingen bedacht om de conditie op peil te houden. Zo ook Pirmin Blaak, keeper van de Nederlandse hockeymannen, bij hem thuis in de Hoekse Waard. Ja, we hebben Marktplaats helemaal uitgespeeld, gezocht naar een gym. Want je weet niet hoe lang het kan duren en het is toch belangrijk om fit te blijven. Aantal apparaten gekocht zodat we het krachtprogramma door kunnen zetten. En in ieder geval mocht het een langere tijd duren, wat ik misschien wel verwacht, gewoon fit te blijven. Of de Olympische Spelen nou verplaatst worden of niet. Ik bouw een eigen gym zodat ik nog meer mezelf kan pushen. Het resultaat is er en het geeft me gewoon de mogelijkheid om elke dag gas te geven. De Olympische Spelen, in Japan zijn ze ervan overtuigd dat die doorgaat. Maar ja, hoe sta jij daarin? Vind je het verstandig? Of heb je wel zoiets van, ja, laten we geen risico nemen? Nou, allereerst, als er natuurlijk een risico is, dan moeten we absoluut niet gaan. Laten we hopen dat de wereldgezondheid in ieder geval een stuk beter wordt en dat corona zoveel mogelijk wordt opgelost, waar nodig. En op het moment dat dat voorbij is, en ook al zou het bij wijze van spreken mei zijn of juni, dan moeten we gewoon kijken naar een realistische kans om te laten doorgaan. Ik geloof er zelf best wel in dat als we een goede voorbereiding kunnen draaien, dat we ook daar succesvol kunnen zijn. Maar er zijn ook gewoon nog sporters die zich moeten kwalificeren. We weten niet of in alle landen het straks verdwenen is. En iedereen moet wel een redelijk gelijkwaardige kans hebben, vind ik, om succesvol te kunnen zijn aan de Spelen. De Olympische Spelen zullen echt niet helemaal afgeblazen worden. Die zullen of verplaatst worden. Dus dat moment komt wel. Alleen ja, dat moment komt pas op het moment dat in de hele wereld deze situatie is opgelost. En dan een jaar onze Nederlandse competitie vergeten, dat kan ik makkelijker. Maar die stippen op de horizon, de Olympische Spelen, die zijn toch voor heel veel sporters belangrijk. Maar nogmaals, ondergeschikt aan hetgeen wat er op dit moment gebeurt in de wereld.